Dus de vervanghalte hier nog even in beeld van de lijnbus. Goeiedag iedereen, te Hulst. Ik vertrek nu met de lijnbus naar België. Dus hier het vertrek uit Hulst, Stationsplein. Hulst op minder dan 5 kilometer van de Belgische grens. Nog even interessant om de route nu te tonen met de lijnbus tot de grensovergang. Hier de locatie van de Sint-Jansteen, dus ingang Sint-Jansteen is ongeveer 2 kilometer van Hulst. Daar heb je ook de bekende rat.
zo hier Kapellebrug. Zo, beste mensen, ben hier al de grens over gaan, dus rechtdoor voor Stekenen. En deze kant Sint-Genis-Waas. Dus hier gaat men rechtdoor, dat is vaak de bus 42 van 7 uur in de ochtend en andere is meestal langs deze locatie, de bus 22. En ook zodanig hier de markering welkom in Vlaanderen. Zo, en hier, welkom in Vlaanderen. Zo, wat nog interessant is, dat is de oude spoorwegbaan. Dus de oude spoorwegbaan is even verder. Kan je dus uit Hulst vertrekken tot Sint-Niklaas. Maar die kruist zich even verder hier. Zo, hier de aansluiting van de oude spoorwegbaan. Zo, beste mensen, dat was het even, deze route
een stukje van Hulst tot België.